Gebonden in linnen. Een term die bij velen een beeld oproept van historische boeken. Ook hedendaagse boeken die in linnen gebonden zijn, stralen kwaliteit en degelijkheid uit. Boeken die gezien mogen worden en in de boekenkast uitgestald staan. Een kwart van alle boeken op de wereld is gebonden in linnen van Heek Scholco International in Losser. Een bijzondere prestatie. Vooral ook omdat de ooit zo glorieuze textielindustrie in Twente in zijn oude vorm geheel verdwenen is. Het huidige van Heek Scholco International heeft dan ook weinig meer te maken met de bekende textielbaronnen van Heek en Scholten uit de afgelopen eeuw. Het is natuurlijk eigenlijk al ontstaan vanuit de industriële revolutie, eind 18e eeuw. Textiel is eigenlijk de meest basale industrie in de wereld. Wereldwijd werken daar ook nog de meeste mensen. Alleen helaas in Nederland constateren we dat er nog ongeveer 6000 mensen werken in het textiel. Waardoor is het ontstaan? Eigenlijk in het verleden is door de eigenaren onvoldoende geïnvesteerd in bedrijven, onvoldoende nieuwe producten gecreëerd. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat ze onvoldoende konden concurreren in de wereld. Daardoor is gewoon een hoop werkgelegenheid verdwenen helaas. En wij proberen als Van Heek door sterk internationaal te werken, sterk te richten op nieuwe producten, nieuwe markten, om de lange geschiedenis die dit bedrijf heeft, om die verder voor te kunnen zetten. Het is een van de 13 industriële monumenten in dit land, omdat het in feite nog alle facetten van een oude textielfabriek laat zien. De watertorens, de bunkers voor de kolen, de stoommachine gebeuren. Hier liep vroeger een rails doorheen met de kolenwagons. Dus eigenlijk is dit nog een compleet bedrijf zoals je dat kunt zien, zeg maar 100 jaar geleden. En dat willen we graag voor ons nageslacht bewaren. Inmiddels heeft de textielindustrie in Twente, die overigens nooit helemaal verdwenen is, een heel ander karakter gekregen. Een aantal producenten van innovatieve en technisch hoogwaardige materialen en zeer specialistische textiele producten bepaalt het beeld van de huidige Twentse textielindustrie. Van Heek Scholco International is één van hen. Van Heek Scholco Textiles is een bedrijf wat textiele omslagmaterialen maakt. Die maken wij in een veelheid van producten. Zowel natuurlijke omslagmaterialen, gekoten omslagmaterialen. Hier is eigenlijk een voorbeeld van het allereerste begin van de fase, het garen, wat wij kopen van derden. Dit is het echte traditionele vlasgaren, waar dus echt het ouderwetse linnen van gemaakt worden. Hier zien we daar uiteindelijk een voorbeeld van. Er worden prachtige kunstboeken van geproduceerd voor musea. En dit heeft, vind ik, een bepaalde uitstraling en een bepaalde chicheid. We hebben ook materiaal, bijvoorbeeld van een combinatie van katoen en linnen. Daarnaast kennen we bijvoorbeeld een gekoot materiaal, dus een polyester katoen waar een watergedragen acrylaatcoating overheen zit, die een aantal keren gestreken wordt en geklanderd wordt. Een boek, ook heel bekend, The Lord of the Rings, ook gebonden in linnen. Dit is een viscose. Viscose is een materiaal wat gemaakt wordt van beukenhout. Dus het heeft helemaal niks met katoen of wat te maken, maar het wordt gemaakt van beukenhout wat vermalen wordt en vervolgens uitgespoten wordt. Het unieke van Van Heek Scholco International is dat zij als enige ter wereld het gehele productieproces van weven, breien, veredelen tot afwerken in eigen huis heeft. Hier zijn we aan het begin van het proces. Nadat het garen dus binnengekomen is in het garenmagazijn, wordt het opgestoken op een scheerkriel. Dat zien we hier. Draden worden doorgehaald, worden geleid en gaan naar de scheermachine toe. De scheermachine, elke koon vertegenwoordigt een draad in het weefsel. En een aantal van die draden samen maken een scheerboom. En een aantal scheerbomen maken weer tezamen een kettingboom. Om een idee te geven, op één kettingboom zit ongeveer de omtrek van de hele aarde. Ook technische weefsels en breisels worden op deze manier gemaakt. Een bijzonder product is bijvoorbeeld bobine. Niet in de laatste plaats omdat Van Heek Scholco International de grootste fabrikant ter wereld is die het produceert. De bobine wordt gebruikt voor dit product. In feite wordt het gebruikt als dragend materiaal voor
dekblad van sigaren. Dus in feite is het zo dat een dekblad wordt uitgesneden, wordt erop gelegd. Dus in feite de vorm van de sigaar die ligt in de lengte. Dames in Sri Lanka of Indonesië snijden dat dekblad uit, leggen het hierop. Plus minus 10.000 van die dekbladen worden hier opgelegd. Vervolgens wordt dat opgerold, gaat op transport naar Europa, wordt ingevroren om de werking van insecten tegen te gaan. Vervolgens komt het terug in Europa, wordt weer in koelcellen geplaatst, gaat dan op een sigarenmaakmachine en in feite wordt dan het dekblad er afgezogen en om de sigaar gebracht. Dus in feite kunnen we zeggen dat praktisch alle sigaren die in Europa gerookt worden, gelegen hebben, althans het dekblad van die sigaren gelegen heeft op het dragenmateriaal van Heek. En wij zijn daar absoluut de allergrootste in de hele wereld. Van Heek Scholco International is als een van de weinige textielgiganten uit de vorige eeuw sterk teruggekomen. Maar het is dan ook een heel ander bedrijf met compleet andere producten. Men zegt ook wel eens gekscherend, Van Heek Scholco International produceert textiel, maar verkoopt geen meter aan de textielmarkt. Dat is helemaal waar. Een echte hidden champ, waar miljoenen mensen over de hele wereld gebruik van maken, zonder het zich ook maar een moment te realiseren.